allemaal hartelijk welkom bij de vijfde Elfstedentocht. En vanuit Elburg natuurlijk, uiteraard. Het ziet er allemaal hartstikke mooi uit. Het is heel moeilijk om straks de eerste, tweede, derde prijs te doen. Even wat reglementen. We starten zometeen 1 uur. Het is tot 5:30. En om 5:30 worden de stempelkaarten ingeleverd bij de Citybar. En om 6 uur is daar de prijsuitreiking. Even nog wat andere dingen. De stempelkaarten en de consumptiebonnen gaan we na het startschot. Kun je hier bij Rini even de consumptiebon ophalen. En, Wordt het niet een beetje te warm voor een Elfstedentocht? Ja, het zit al 5 jaar tegen wat dat betreft. Hoe is de Elfstedentocht eigenlijk ontstaan, Egbert? Ja, ik denk vanuit het café. Nee, ja, mijn broer Jan die wou een actie doen toen in die tijd, 5 jaar geleden. Hij zei, misschien er is in de winter niet veel te doen. Misschien kunnen we een Elfstedentocht organiseren. Nou, daar is het eigenlijk door begonnen. En toen was het ook wel toevallig dat hij een bepaalde datum volgens mij in zijn hoofd had. Dat het ook zowat Elfstedentocht nog was in het echt toen, 23 februari. Ja, zoveel jaar geleden. Ja. Ja. Dus daar is mee begonnen en uiteindelijk hebben we toch meerdere horeca meegedaan. Eerst met 3 en toen met 4 en nu met 11 horeca gelegenheden. Ja, net als vorig jaar 11 horeca gelegenheden. Ik heb het idee dat het ook steeds drukker wordt met mensen die meedoen. Ja, deelnemers, dat kun je wel zien. Het wordt steeds groter. En de eerste paar jaar, de eerste keer deden we met 10 man geloof ik mee. En nu een 60, 70 man. Nee, toch, dan denk ik aan schaatsen, maar ik zie allemaal verklede mensen. Een beetje kannenwalachtig. Wat gaan ze vandaag doen? Wat is de bedoeling? Ze gaan in elke horecagelegenheid die meedoet, gaan ze oud-Hollandse spelletjes doen. Zoals? Sjoelen, met eieren lopen, darten, spijkerpoepen. Dat is even wat bij me opkomt nu. Dus van alles wat een beetje te doen, oud-Hollandse spelletjes. Dan kunnen mensen wel even googelen wat het allemaal is wat dat betreft. En, heb ik dat verkeerd of zie ik elk jaar de dames schaarste gekleed? Nou, dit jaar valt wel mee, dacht ik toch? Ja? Ja, volgens mij wel. Vorig jaar was het erger. Vorig jaar was het erger? Ja. Nou, laten we daar maar bij houden dan. Ja, ja. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag, veel plezier en ik wil zeggen, it giet. Oh, en de stempelkaart volmaken. Dankjewel. Baby, baby, like I remember you.